Halleluja. Halleluja. Shalom. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Praise the name of the Lord. Sungguh Tuhan itu luar biasa. Dus de Heer is werkelijk buitengewoon. Amen. 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 Sebab kalau di Indonesia, want in Indonesia, kami hanya bisa lihat suasana pohon Natal dengan kapas putih. Dus in Indonesia kunnen we alleen maar kijken naar een kerstboom met witte watjes erop. Ini hari saya bisa lihat pohon beneran, bukan pohon Natal, bukan pohon made in China. En vandaag kan ik dus het echte boom zien, geen boom die made in China is. Tapi pohon beneran. Maar een echte boom. Ada esnya. Waarop ijs op staat. Ada esnya loh. Dus er ligt ijs op de takken. Jemaat lihat saya, apa sih ini satu unik banget. Memang karena baru kali ini. Dus misschien denkt u wel, is het de eerste keer of zo? Ja, dit is de eerste keer dat ik dit zie. Masa kecil bukan kurang bahagia. Het gaat er niet om dat ik niet gelukkige jeugd had. Tapi memang karena enggak ada. Maar omdat in mijn jeugd hadden we dit niet. Orang berpikir karena kurang bahagia, enggak, karena enggak ada. Yang ada di Indonesia Esther Root. Dus misschien denken mensen van hij had geen gelukkige jeugd gehad. Jadi alle baik. Indonesia hebben allemaal schaafijs. Alle baik buat orang di Den Haag, amen. Dus God is goed voor de mensen in Den Haag, amen. Meskipun untuk ke gereja itu enggak gampang. Misschien is het niet makkelijk met die twee om naar de kerk te gaan. Ada yang hampir terpleset. Iemand is bijna gevallen. Mungkin juga ada. Misschien is er ook. Yang terpleset. Die al gevallen is. Tolong pakai mantel di bawah. Wil je dan een kussen op de achterste gebruiken? Tapi Tuhan itu baik, amen. Maar God is goed, amen. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala. Dus dank u wel, broeder, de voorganger en zijn vrouw. Ini mungkin keempat atau kelima kali saya berdiri di sini. Dus dit is misschien de vierde of de vijfde keer dat ik hier sta. Saya nggak bisa lupa sebab yang pertama dan kedua kali saya hampir bikin patah ini. Dus ik vergeet niet dat ik de eerste of de tweede keer dat ik hier was, had ik bijna dit gebroken. Bukan karena emosi. Niet door de emoties. Tapi karena exciting. Maar ik was zo opgewonden. Sekarang sudah diperpendek. Dus nu is het al gerepareerd zo te zien. Dia pikir mungkin sudah Bapak Gembala sudah pikir ini ada pendeta yang bisa bikin rusak jadi saya kasih kecil. Dus misschien dacht de broeder van oh er is een voorganger die dit kapot kan maken, dus maak ik het wat steviger. Yang ketiga saya mau terima kasih sama semua jemaat Tuhan. En al derde punt is alle dank voor dank aan alle gemeenteleden. Jujur saya terpukau dan sangat bahagia dan sangat terkesan. Dus werkelijk ik ben erg gelukkig en ik heb mooie herinneringen. Kalau di Indonesia nggak ada yang datang gereja begini. Want in Indonesia hebben we niet dit soort kerken. Sebab kalau sudah salju seperti ini sudah datang Tuhan, ya. En u komt toch, ondanks de sneeuw, komt u toch hier naartoe? Nggak ada salju kan di Indonesia? In Indonesia hebben we geen sneeuw. Hujan lebat aja udah mikir orang mau datang. Als het daar heel erg hard regent, gaan ze al nadenken. Di Perth? In Perth. Kalau panas sudah 45. Als het al 45 graden is. Orang mikir mau datang gereja. Dan gaan mensen nadenken, ga ik wel naar de kerk? Takut keriting. Want ze zijn bang dat hun haren gaan krullen. Kalau di luar kelamaan keriting. Want als ze te lang buiten staan in de hitte, gaan hun haren krullen. Bersyukurlah yang Tuhan sudah kasih bikin licin. Dus prijs de Heer, of wees dankbaar met mensen die al een gladde hoofd hebben. Ada bahagianya loh, haleluya. Want als je glad hoofd hebt, ja, heb je ook voordelen. Semua tidak ada kebetulan, amen. Niets is toevallig, amen. Jangan pernah merasa, ah, oh, saya ini sudah begini. Sudah zeg, begini. Zeg nooit, ah, ya, maar ik ben nu al eenmaal zo. Ternyata sudah dan begini dan begitu selalu ada baiknya. Maar ondanks dat je al zo bent of zus bent, er is altijd wel iets goeds. Gunawan. Gunawan. Gundul tapi menawan. Dus gundul tapi menawan. Dus gunawan is de afkorting van je bent kaal, maar wel knap. Haleluya. Haleluya. Dan yang ketiga, yang keempat. En vierde punt. Kita mau firman Tuhan. Kita mau bicara firman Tuhan. We gaan het hebben over Gods woord. Sebagai seorang hamba Tuhan. Dus als de dienstknecht van de Heer. Saya menyaksikan banyak hal. Heb ik heel veel, of ben ik van heel veel dingen getuige. Saya mengalami banyak hal. En ik heb zelf ook heel veel dingen ervaren. Tapi sebelum saya lanjut. Maar voordat ik verder ga. Kalau ini di pesawat, pesawat jalan miring. Als wij nu in het vliegtuig zitten, dan is het vliegtuig zo scheef. Lebih berat di sini. Want het is daar zwaarder dan hier.
Tapi jangan khawatir yang di sini. Maar wees niet ongerust degene die hier zitten. Jangan-jangan yang di sini yang masuk surga. Maar wie weet gaan deze mensen naar de hemel. Tidak seperti itu. Tidak. Jadi kalau saya agak kesana sebanyaknya kan. Dus als ik veel meer naar die kant kijk. Ini karena pengaruh daya tarik. Maar dat komt dus door die aantrekkingskracht. Orang lebih banyak. Gitu. Omdat daar veel meer mensen zitten dan hier. Kata firman Tuhan. Maar Gods woord zegt. Yang kemudian dinyanyikan juga. Wat ook gezongen werd. Sekalipun 1000 rebah di sebelah kiri. Ook al vallen duizenden neer aan de linkerkant. 1000 rebah di sebelah kanan. En duizenden vallen neer aan de rechterkant. Bersama Tuhan kita akan tetap teguh. Maar samen met de Heere blijven wij sterk. Betul, Tuhan tidak akan goyah. Klopt, de Heere wankelt niet. Masalahnya saudara dan saya. Maar het punt ligt bij u en bij mij. Kita 5 orang aja lari di pasar. Als 5 mensen op de markt gaan rennen. Mereka lari teriak-teriak. En als ze dan schreeuwend rennen door de markt. Di Albert Heijn gitu ya, contoh. Bijvoorbeeld in de Albert Heijn. Bisa jadi kita juga ikut lari, betul? Dan kunnen we ook meedoen met hun meerennen. Betul? Waar of niet waar? Kita ni manusia lebih condong suka ikut-ikutan. Want wij mensen zijn geneigd om na te apen. Kalau orang tiara? Orang? Orang tiara? Tiara, oh, als iemand neervalt. 10 aja tiara. Zeg maar 10 mensen. Nggak usah disuruh pasti tiara kita. En dan hoeven we ook niet gecommandeerd te worden, vallen we ook neer. Meskipun kita nggak tahu ada apa-apa yang terjadi ya. Ook al weten we niet wat er gebeurd is. Betul? Waar of niet waar? Mari kita punya pendirian teguh di dalam Tuhan. Maar laten we dan sterk blijven in de Heer. Karena kenapa? Want waarom? Karena Tuhan menghargai karakter-karakter yang manis. Omdat de Heer waardeert de lieve en goede karakters. Halleluja. Halleluja. Saya punya 2 anak. Ik heb 2 kinderen. Oleh anugerah Tuhan, anak-anak saya Tuhan pelihara takut akan Tuhan. En door de genade van de Heer zorgt de Heer voor mijn kinderen en vrezen ze ook de Heer. Bagi saya. En voor mij. Mereka datang bawa kado kepada saya. Zij gingen naar mij toe met een cadeau. Itu baik. Dat is goed. Tetapi kalau mereka bersikap manis terhadap saya. Maar als zij lief gedrag tonen tegenover mij. Memiliki karakter yang baik terhadap saya. En ze hebben een goede karakter tegenover mij. Demikian juga buat orang sekeliling mereka. En zo ook voor de anderen in hun omgeving. Itu lebih baik daripada kado yang mereka kasih. Dat is mooier dan het cadeau dat ik van hen krijg. Ada amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Betul. Waar of niet waar? Apa artinya seorang suami bilang I love you, I love you, I love you? Dus wat voor zin heeft als iemand zegt, een man tegen de vrouw zegt I love you, I love you, I love you. Tapi terkadang I love you juga. Maar soms ook I love you, dus dat die persoon slaat. Semua 1000 kata I love you. Dus je kan duizenden keren zeggen I love you. Hilang dengan satu I love you. Maar dat verdwijnt door met I love you, dus door die slaan. Setuju? Waar of niet waar? Amen. Semua persembahan manis kita kepada Tuhan. Dus alles wat wij ook wat goed en lieflijk is geven aan de Heer. Sebenarnya akan sangat sangat tidak berarti. Die hebben eigenlijk helemaal geen betekenis. Pada waktu dosa kita buat di mata Dia. Zodra wij in zijn ogen zondigen. Hanya Dia itu adalah Allah yang pengampun. Want alleen Hij is de God die vergeeft. Dia melupakan dosa kita. En Hij is degene die al onze zonden vergeet. Amen. Is er amen? Bagi yang mau bertobat. Voor degene die zich willen bekeren. Kalau yang gak mau bertobat, ya lain cerita. Als je je niet wilt bekeren, is een ander verhaal. Haleluya. Haleluya. Nah, saya ini melihat bahwa pertobatan itu bukan cuman untuk orang yang baru bertobat. En ik zie bekering is niet alleen maar voor de mensen die pas bekeerd zijn. Semua kita ini perlu bertobat. Want wij allemaal hier hebben bekering nodig. Termasuk saya. Inclusief mijzelf. Saya hari ini berdiri bukan karena saya kuat. Want ik sta hier niet omdat ik krachtig ben van mijzelf. Saya masih di proses. Want ik zit nu nog steeds in dat proces. Dan saya katakan kepada jemaat saya. En ik zeg ook tegen mijn gemeenteleden. Jemaat yang sudah mengenal berpuluh-puluh tahun terhadap saya. Dus de gemeenteleden die mij al tigtallen jaren kent. Saya bilang saya ini under construction. Ik zeg, ik ben nu nog under construction. Masih di proses. Dus ik zit nog steeds in dat proces. Dan saya merasa saya sedikit banyak diubahkan. En ik ervaar zelf ook dat ik beetje bij beetje word veranderd. Jemaat pun mengerti.
En zelfs de gemeenteleden begrijpen dat. Mereka melihat saya sudah mulai sedikit banyak berubah. En ze zien dat ik ook al begin meer een beetje meer te veranderen. Tapi saya katakan jangan bangga orang melihat hamba Tuhanmu berubah. En ik zeg maar wees niet verbaasd als een dienstknecht van de Heer ook verandert. Rugi kalau kalian jemaat tidak berubah juga. En het is zelfs een nadeel voor jullie als jullie de gemeenteleden zelfs niet zo veranderen. Sebab di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Want in Hebreeën 12 vers 14. Mari kita lihat sama-sama. Laten we eens gaan kijken uit Hebreeën 12 vers 14. Firman Tuhan berkata begini, kekasih Tuhan. Dus geliefde van de Heere, God zegt het volgende. Garis besarnya seperti ini. Dus in grote lijnen zegt Gods woord het volgende. Tanpa kekudusan. Zonder heiliging. Tidak ada satu orang bisa ketemu dengan siapa? Dus zonder heiliging. Zonder de heiliging kan niemand de Heere zien. Ada satu standaard yang tidak bisa ditawar di Belanda. Er is een bepaalde standaard die men in Nederland niet kan aanbieden. Pertama harus bahasa Belanda kalau mau tinggal di Belanda. Dat is ten eerste je moet Nederlands kunnen spreken als Setuju? Je in Nederland wil wonen. Yang kedua ikut aturan di Belanda. En ten tweede is je moet je conformeren aan de wetten van Nederland. Pada waktu lihat 30. Sorry? Pada waktu lihat angka 30 di jalan. Dus als je dan bijvoorbeeld het cijfer 30 ziet op de weg. Silakan tancap gas. Moet u dan op de gas gaan drukken? Kalau memang mau hidup setiap minggu bayar penalti. Dus als je elke week je leven wilt betalen, moet je dat zeker doen. Sedangkan punya sepupu polisi. En als u een neef heeft die agent is. Nggak ada cerita untuk bisa kong kali kong. Dan kan je geen vriendjespolitiek met die persoon spelen. Betul? Waar of niet waar? Amen. Amen. Punya hamba, punya saudara hamba Tuhan. Als je een dienstknecht hebt van de Heer en die is familie van jou. Nggak ada cara kong kali kong. Dan heb je ook niet een soort vriendjespolitiek. Firman Tuhan jelas berkata. Want Gods woord zegt duidelijk. Tanpa kekudusan tidak ada orang bisa jumpa dengan Tuhan. Zonder heiliging is er niemand die de Heere kan zien. Dan ini tidak bisa ditawar. Dus dit, hier kan je ook geen aanbod op doen of zo. Ada banyak orang berusaha untuk melunakkan kata-kata firman. Dus er zijn ook heel veel mensen die Gods woord willen verdragen. Tapi saya melihat ini, kita tidak bisa lunakin apa yang benar. Amen. Maar dit keer kunnen wij zelf eigenlijk niet maken van wat is nou de waarheid. Dan Tuhan tidak membiarkan jemaat Tuhan untuk berjuang sendiri hidup kudus. En de Heere laat zijn gemeente niet zelf leven om heilig te kunnen leven. Maka diberikanlah Roh Kudus buat kita hidup kudus. Amen. En daarom hebben wij de Heilige Geest gekregen om zodat we ook heilig kunnen leven. Halleluja. Halleluja. Roh Kudus akan arahkan saudara dan saya. Want de Heilige Geest gaat u richting geven, u en mij. Saya berkali-kali mungkin pernah juga saksikan di sini. Ik heb misschien ook al een paar keren hier getuigd. Di mana saya kalau berjalan. Dus als ik aan het lopen ben. Di Eropa atau di Amerika. Dus als ik in Europa ben bijvoorbeeld of in Amerika. Saya punya teman perjalanan saya. En ik heb dan een maatje die altijd met mij is. Garmin Luntungan. Garmin Luntungan. Garmin, kalau di sini tom-tom kan? Wat is Garmin Luntungan? Garmin, ya. GPS. Oh, GPS, een tom-tom zeg maar. Saya kasih nama Garmin Luntungan. Dus mijn maatje is eigenlijk de tom-tom, de navigatie. Sebab saya harus ikut dia. Want ik moet volgen wat de tom-tom zegt. Saya tidak tahu jalan ke Amsterdam. Ik ken de weg niet naar Amsterdam. Saya harus ikutin Garmin. Dus ik moet die tom-tom volgen. Dia bilang kiri. Als hij zegt naar links. Saya harus bikin apa? Wat moet ik dan doen? Hah? Wat moet ik dan doen als hij zegt naar links? Kanan dulu. Dan zeg ik nee, ik ga even naar rechts. Ik ga even naar rechts. Recalculating. Dan gaat hij weer herberekenen. Lagi? En dan nog een keer. Dia bilang kiri lagi. En hij zegt nog een keer naar links. Saya masih tetap motor. En ik ga toch mijn eigen gang. Dia recalculating. Dia sabar. Dan gaat hij weer herberekenen. Hij is heel erg geduldig. Kalau orang Manado mungkin dia sudah marah-marah, bodoh. Manado ini sebodoh ya, sebos. Bisa kayak betong. Situ kepala batu. Ya, 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 bent echt eigenwijs.
Tapi Garmin sabar. Maar die Tomtom, die is geduldig. Tapi apa yang terjadi? Maar wat gebeurt er dan? 5-6 kali dia recalculating. Dus als hij na 5 of 6 keren herberekend heeft, dia ngeheng. Dan hangt hij. 5-6 kali Roh Kudus pimpin kita untuk ke kiri atau ke kanan. Dus 5 keer of 6 keer begeleidt de Heilige Geest ons om naar links te gaan of naar rechts te gaan. Kita keraskan hati. Maar wij zijn zo hard van binnen. Roh Kudus, jangan diharapkan bicara lagi. Dan moet u niet verwachten dat de Heilige Geest nog een keer tot u gaat spreken. Sudah ada suara lagi. Want dan spreekt hij niet meer. Tapi ketaatan jemaat Tuhan. Maar gehoorzaamheid, broeders en zusters, akan mempertajam suara Roh Kudus. De gehoorzaamheid die maakt juist dat wij nog meer beter de stem van de Heilige Geest kunnen horen. Amen. 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 Ada 4 jenis orang kalau saya boleh gambarkan. Er zijn 4 soorten personen. Yang pertama orang dunia. Eerste persoon is een wereldse persoon. Yang kedua orang yang baru bertobat. Een tweede persoon is een persoon die pas bekeerd is. Yang ketiga orang Kristen yang sudah masuk pelayanan, orang Kristen yang sudah dipenuhi, dipimpin Roh Kudus. En de derde persoon is een Christen die al in de bediening zit en die ook al vervuld is en geleid wordt door de Heilige Geest. Tapi yang terakhir, maar laatste persoon, adalah orang Kristen yang hidupnya tidak lagi untuk dirinya, is een Christen wiens leven niet meer voor zichzelf is, tidak terpengaruh lagi dengan berkat, en is ook niet meer beïnvloedbaar door de zegen, karena Allah adalah segalanya dalam hidupnya. Want God is alles in zijn leven. If you are not full with Jesus, als u niet vol bent van Jezus, then maybe you are full with something else. Dan bent u misschien vol met iets anders. Setuju? Bent u het mee eens? If you are not full with Jesus, dus als u niet vol bent van Jezus, maybe you are fooling yourself. Maakt u uzelf misschien wijs? Alus tapi keras, ja. Dus dat is dat ik zeg het weliswaar zachtmoedig, maar amen. Ik vind het wel hard. Amen. 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 Saya pernah melihat satu hal. Dus ik heb een keertje gezien. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tahu kejadian Blok M. Misschien weet u wat er gebeurde bij Blok M? Belum lama ini. Dat is nog niet zo lang geleden in lift, Blok M. Lift jatuh. Pernah dengar? De lift in Blok M die is neergevallen. Lift cuma isi 20, 18. Mensen, er waren slechts 18 mensen in de lift. Yang kru masuk 32. Yang apa masuk? Yang masuk ke lift 32. Max. Oh, dus je mag eigenlijk alleen maar 18 mensen erin, maar er gingen 23 mensen erin. Ini kejadian benar. Dus het is waar gebeurd. Apa yang terjadi? Wat gebeurde toen? Putus de lift. Dus die lift die brak. Poef. Dus poef naar beneden. Bayangkan itu orang Kristen di situ pasti teriak Yesus. Moet je zich voorstellen als Christen daar zijn, schreeuwen ze Jezus. Mungkin juga sudah nggak sempat. Maar oh, misschien hebben ze daar ook geen tijd voor. Tapi saya mau kasih tahu satu hal. Maar één ding wil ik tegen u zeggen. Saya jamin. Ik garandeer. Itu 32 orang. Die 23 mensen. Oh nee, die 32 mensen. Jangankan mau bicara untuk disiplin lagi masuk lift. Dus over die 32 mensen ga ik het nog eens hebben over discipline zijn over de lift. Dia lihat lift, dia lari. Dus die mensen zien de lift, oh, die rent gelijk weg. Trauma. Ze zijn getraumatiseerd. Betul? Waar of niet waar? Anak Tuhan. Maar een kind van de Heer. 1000 kali dikasih tahu. Als ze duizenden keren of malen verteld wordt. 1000 kali dengar firman Tuhan luar biasa. En ze horen Gods woord wat zo bijzonder is duizendmaal. Tapi jujur. Maar eerlijk, termasuk saya, inclusief mijzelf. Kalau kita tidak izinkan Roh Kudus bawa kita kepada pertobatan, als wij de Heilige Geest niet de toestemming geven om ons tot bekering te brengen, maka kemungkinan adalah hanya nanti kita kapot dan bertobat. Dan bestaat de mogelijkheid dat u vervolgens helemaal bont en blauw bent geslagen en uiteindelijk wilt u zich bekeren. Sebab memang itu naturalnya manusia, alaminya manusia. Want dat is de mens van nature. Memang ada orang yang begitu cepat langsung taat. Er zijn natuurlijk ook mensen die heel snel zijn met gehoorzaam zijn. Dan kalau bicara pertobatan. En als je het hebt over de bekering. Saya mengerti banyak telinga gatal langsung. Dan begrijp ik, onze oren gaan dan jeuken. Maksudnya apa sih? Ja, wat bedoelt dit nou? Emang kenapa dengan saya? Hoe dan? Waarom? Wat is er dan met mij?
Kita memang punya segala kemampuan untuk melihat kekurangan orang lain. Wij kunnen inderdaad in staat zijn om andermans tekortkomingen te zien. Mampu banget. Dus daarvoor zijn we echt in staat. Tapi tidak banyak yang bisa atau sangat sedikit yang bisa melihat kekurangan diri sendiri. Maar er zijn helaas mensen die helemaal niet hun eigen tekortkomingen kunnen zien of willen zien. Sedangkan sudah dikasih tahu. Terwijl je al verteld is. Bukan cuma bisa tidak terima. En ze accepteren niet alleen. Bisa tersinggung, betul? Maar ze worden ook beledigd. Betul? Waar nog niet waar? Ini bulan Desember. Dit is Desember. Bulan di mana kita rayakan Natal. Dus de maand waarin wij Kerst gaan vieren. Kita bersyukur sama Tuhan. Dus wij zeggen dank aan de Heer. Kita mau berikan yang terbaik. Wij willen het beste geven aan de Heer. Saya hargai jemaat Tuhan yang suka berkorban. En ik waardeer de gemeenteleden die vaak offeren. Di Australië. In Australië. Ada satu kebiasaan. In Australië is er een gewoonte. Kalau orang yang sudah sangat dekat. Als iemand heel erg close is met iemand anders. Biasanya untuk kasih kado dia tanya, kamu mau apa? Meestal vraagt die persoon, wat voor cadeau wil jij? Kan gak enak kan kalau kasih terus gak di apa-apakan, gak dipakai atau gak di terima atau cuma dibiarkan, betul? Dus het is niet leuk als je iemand een cadeau geeft, maar die persoon doet er niks mee of geeft het aan iemand anders weg. Mungkin juga di sini. Misschien ook zo. Tapi biasanya itu terjadi kepada orang yang sudah dekat. Maar dat gebeurt vaak als mensen heel close zijn met elkaar. Kita yang sudah dekat dengan Tuhan. En wij die al close zijn met de Heer. Nggak ada salah kita tanya, Tuhan mau apa? Dan is het niet verkeerd van ons om te vragen, Heer, wat apa sih Tuhan suka dari saya? Heer, wat vindt u nou zo leuk of fijn aan mij? Of wat wilt u van mij? Amen. Amen. Oke. Oke. Mau tahu apa Tuhan suka dari kita? En weet u wat de Heer dan van ons graag wilt? Kita buka Mika pasal 6. Dus als we Mika hoofdstuk 6 kan openen. Saya ingin kekasih Tuhan. Dus ik wil dat u geliefde van de Heer. Tinggalkan tahun 2017. Dat u 2017 verlaat. Dengan ayat ini. Met deze vers. Masuk 2018. Dus als u 2018 ingaat. Dengan ayat ini. Met deze vers. Karena kenapa? Want waarom? Kemuliaan Tuhan sulit terjadi. Want de heerlijkheid van de Heer gebeurt moeilijk. Kalau kita tidak mengerti ayat ini. Als we deze vers niet begrijpen. Sebab ini yang Tuhan minta. Want dit is dus wat de Heer van ons verlangt. En lebih dari itu Tuhan tuntut. En nog sterker, de Heer eist dit van ons. Kalau cuma Tuhan minta lain cerita. Als de Heer het alleen maar aan ons vraagt, is het een ander verhaal. Ini Tuhan tuntut. Maar dit is eigenlijk wat de Heer van ons eist. Amen. Amen. Tuntut itu adalah tuntut, betul? En een eis is een eis, waarom niet en waar? Tiga hal. Drie punten. Pertama. Allereerst. Apa itu? Wat is dat? Pertama. Wat is het eerste? Sudah buka. Heeft u al geopend? Mika pasal 6 ayat 8. Mika 6 vers 8. Oh, Mika pasal 6 ayat 8. Maaf. Dus Mika 6 vers 8. Silakan keluarkan Samsung, holy Samsungnya dan holy iPhone-nya. Dus wilt u uw heilige Samsung en uw heilige iPhone even yang masih pakai BlackBerry silakan dan yang silakan juga yang masih pakai strawberry. En als u BlackBerry gebruikt of strawberry mag u die ook even uit te halen. Apa yang terjadi? Dus wat gebeurt er? Tiga hal Tuhan tuntut. Dus er zijn drie dingen die de Heer van ons eist. Yaitu apa? Wat zijn die drie dingen? Suka, setia. Dus dat is dat u van trouw zijn van houdt. Suka keadilan. Nee, u houdt van rechtvaardigheid, sorry. Cinta setia. Dus u houdt van rechtvaardigheid, trouw, liefde. Hidup rendah hati. En nederig leven. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Saya ini. En ik. Hari-hari ini terus terang saya bahasa yang saya tahu behandel ya. Dat is wat ik tegenwoordig ken, de bahasa behandel. Suka ketemu dengan dokter saya. Dus hij zit in behandeling bij zijn dokter, dus als hij de dokter ontmoet. Dokter saya katakan kamu overweight. En als de dokter dan zegt van je hebt overgewicht. Saya katakan ini tidak overweight. En ik zeg nee, ik heb niet te veel gewicht. Ini pocho-pocho. Dit is pocho-pocho.
sulit saya terima. Dus ik accepteer dat niet zo makkelijk. Dokter saya katakan saya cuma punya dua pilihan buat kamu. En de dokter zegt dan ik heb maar twee keuzes voor jou. Saya kasih obat. Ik geef jou medicijnen. Kali ini dosis 5 miligram. En dit keer de milligram 5 miligram als dosis. Saya kasih tahu. En ik wil tegen jou zeggen. Setengah tahun lagi kamu datang saya kasih obat naik 10 miligram. Als je over een half jaartje komt geef ik nog een milligram meer. Dan begitu terus. Enzovoorts enzovoorts. Tapi yang kedua. Maar het tweede punt is. Kamu ganti gaya hidup. Je moet je levenspatroon wijzigen. Yang pertama. En dat is als eerste. Kuasai diri. Je moet zelfcontrole hebben. Jaga makan. Je moet opletten wat je eet. Jaga gaya makan. En eet ook op je eet of let ook op je eetpatroon. Saya nggak kasih obat. Ik geef je dan geen medicijnen. 6 bulan ke depan. Over 6 maanden. Kalau kamu bertobat. Als je je bekeerd hebt. Maka kamu akan tidak perlu obat. Dan zul je geen medicijnen meer nodig hebben. Ada di tangan pilihan. Dus de keuze ligt in jouw handen. Terserah seperti apa. Dus wat wil jij? Bagaimana dengan jemaat? Dus hoe zit het met de gemeente? Kita biasanya pilih obat ya. Meestal kiest u niet voor medicijnen, denk ik. Mana tahan? Dus ik denk het niet. Biar sudah banyak makan. Ook al eet u veel. Daging. Vlees. Ikan. Vis. Kalau belum ada nasi, itu baru perut sebelah. En als er nog geen rijst en bijgerecht gegeten wordt, ja, ben je alleen maar voor de helft vol. Perut cadangan belum ada nasi. Dus zeg maar de reservebuik zit nog geen rijst in. Tanya, sudah kenyang? Dus als je gevraagd wordt, en zit je vol? Senyum, senyum. Dan lach je maar. En lihat nasi. Seperti roti mana dari surga. Dus net als de manna brood uit de hemel. Tiga hal yang Tuhan minta. Dus drie dingen vraagt de Heer van ons. Fair dengan Tuhan. Dat is eerlijk zijn tegenover de Heer. Itu pertama. Dat is de eerste. Nggak usah terjemahkan terlalu jauh. Dus je hoeft dat niet te moeilijk te vertalen. Saya nggak kepingin untuk mengangkat dari bahasa Ibrani, bahasa apalah, bahasa apalah. Dus ik hoef niet te zeggen van nou, in het Hebreeuws is het dit of in het andere taal is het dat. Sebab ini sederhana sekali. Want dit is erg eenvoudig. Amen. Amen. Tambah diberkati, tambah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Dus als u meer gezegend wil worden, moet u meer serieuzer zijn in de Heer. Iya toch? Ja of niet? Halleluja. Halleluja. Dulu belum diberkati sungguh-sungguh. Vroeger was u nog niet serieus gezegend. En setelah diberkati sibuk dengan berkat. En als u dan eenmaal gezegend bent, bent u zo druk met al die zegeningen. Maaf dan tersinggung. Dus wees niet beledigd. Tapi kalau mau tersinggung, apa boleh kata? Maar ja, als u beledigd bent, ya, wat kan ik daarover zeggen? Tapi kita lihat diri kita. Dus laten we kijken naar onszelf. Kita fair enggak dengan Tuhan? Zijn we eerlijk tegenover de Heer? Kalau kita bilang kita fair dengan Tuhan, als wij zeggen ik ben eerlijk tegenover de Heer, buktikan. Dus laten zien. Amen. Amen. Mesti fair dengan Tuhan. Dus u moet eerlijk zijn tegenover de Heer. Mau enggak kita? Tuhan wilt tidak fair dengan kita. Wilt u dat de Heer niet eerlijk is tegenover u? Halleluja. Halleluja. Banyak anak Tuhan minta Tuhan berkati, berkati, berkati. Dus heel veel kinderen van de God die vragen, Heer zegen mij, zegen mij, zegen mij. Saya ingin katakan. Maar dan wil ik zeggen. Tidak ada karakter muncul dari comfort zone. Er is een karakter die niet dan uitpopt uit de comfort zone. Betul. Waar of niet waar? Apa betul? Is het waar of niet waar? Ja. Oke. Okay. Yang kedua. Tweede punt. Manusia itu lebih kuat di dalam penderitaan daripada berkat. De mens is sterker tijdens het lijden dan tijdens als hij gezegend is. Kalau menderita pasti kuat. Want als hij in een lijdenschap zit, is hij sterk. Saya jamin pasti di gereja. En dan garandeer ik u, zitten ze allemaal in de kerk die mensen. Baru satu lagu menyanyi langsung menangis, connect sama Tuhan. Dus wordt het eerste liedje wordt gezongen en dan voelen ze een connectie met de Heer. Oh Heer. Oh luar biasa dipakai itu pelayan Tuhan lagi menyanyi. Oh prijs de Heer, die persoon wordt nu gebruikt door de Heer om de zangdienst te leiden. Tapi coba kalau lagi sibuk dengan berkat. Maar let eens op als u druk bent met omgaan met de zegeningen. Anam lagu sudah nyanyi. Zes liedjes zijn gezongen. Nggak ada apa-apa. En dan voelt u helemaal niks. Bahkan rasa pusing. U voelt juist hoofdpijn opkomen. Yang disalahin pemimpin pujian. En dan heeft u de songleader de schuld. Ini pemimpin pujian nggak puasa. Deze songleader, die kan er niks van. Dia nyanyi sesuka-suka.
Die zingt alleen maar wat hij leuk vindt. Pilih dia punya lagu. En als kies hij alleen maar liedjes die hij leuk vindt. Yang bukan lagu saya. En nog eens mijn liedjes. Emangnya dia dukun bisa tahu kamu mau nyanyi apa? En dan weet hij wel überhaupt wat voor liedjes hij zingt. Tapi kalau kita lagi dalam penderitaan. Maar als we eenmaal in verdriet zitten of aan het lijden zijn. Hadirat Tuhan itu datang dekat sekali. Haleluya. Dan voelen we echt de aanwezigheid van de Heere heel dichtbij. Tuhan pasalnya jangan jauh-jauh Tuhan. Heere, sta niet ver van mij Heere, kom dichterbij mij Heere. Haleluya. Haleluya. Itulah manusia. Dat is dus de mens. Ya. Ya. Mari kita berlaku adil dengan Tuhan. Dus laten we eens eerlijk zijn tegenover de Heer. Tadi pemimpin pujian. De song leader net. Berkata. Die heeft gezegd. Mazmur 116 ayat 12. Die zei net over Psalmen 116 vers 6. Dengan apakah ku balas? Dus met wat kan ik u vergelden, Heer? Segala kebaikan Tuhan. Dus al de goedheden van de Heer. Bagi masyarakat Den Haag. Dus voor de mensen uit Den Haag. Ini cuaca. Dit weer. Bukan berkat. Dit weer is geen zegen. Bagi kami yang dari Indonesia. Voor de mensen uit Indonesië. Kami selfie. Maken we selfies met dit weer. Benar. Echt waar. Kan je lihat ini berkat. Wij zien dit is een zegen. Bayar tour panorama pun belum tentu dapat begini. Als je betaalt voor de tour panorama krijg je dit nog ineens. Amen. Amen. Hanya Tuhan yang bisa kasih. Dus alleen de Heer kan dit geven. Jemaat-jemaat yang ikut dengan saya. Dus de gemeenteleden die mij volgen. Mereka bilang ini kok kayak tepung yang diayak ya. Het lijkt net een meel die je saved. Coba rasa. Dus ze willen zelfs ook proeven van de sneeuw. Apa itu tepung atau es cukur? Dus is dat nou meel of is dat schaafijs? Yang kedua. Tweede punt. Bicara setia. Spreekt over trouw zijn. Cinta setia. Dus trouwe liefde. Setia adalah sesuatu yang mahal kekasih Tuhan. En trouw zijn is heel erg duur. Jujur. Eerlijk. Banyak yang bisa buat macam-macam. Heel veel mensen kunnen vele dingen doen. 1 Korintus 13 bahkan berkata. 1 Korintus 13 zegt daarom. Sekalipun aku ini bisa berkata-kata dengan berbagai banyak bahasa. Ook al kan ik heel veel dingen uitspreken in verschillende talen. Bisa apa saja. Dus wat voor taal dan ook. Tapi kalau saya tidak punya kasih. Maar als ik geen liefde heb. Bahkan kalau saya tidak punya setia. En zelfs als ik niet trouw ben. Berarti. Dan heeft dat helemaal geen zin. Kebaikan saudara. Dus uw goedheid, broeders en zusters. Pelayanan saudara. Dus uw bediening. Kekristenan saudara. Uw christen zijn. Diukur dengan kata setia. Wordt gemeten aan het woord trouw. Amen. Amen. Dan setia itu diuji pada waktu. En trouw wordt beproefd tijdens. Disakiti. Tijdens als u gekwetst wordt. Tersinggung. Als u beledigd wordt. Saat itu kita diuji. Dus op dat moment wordt u getest eigenlijk. Tidak bisa seseorang bilang kata, oh saya setia, setia. Karena nama saya setiawan. En niemand kan zeggen, ik ben trouw, want ik heet Setiawan, dus ik ben meneer trouw. Harus diuji. Maar die trouwheid moet getest worden. Amen. Amen. Bagaimana? Saya tahu cuma Tuhan setia. Dus hoe weet ik of mijn gemeenteleden trouw zijn? Bagaimana Tuhan tahu kita itu setia kalau kita tidak kasih tunjuk saat dibadai? Dus hoe kan de Heer zien van ons als wij, of wij trouw zijn? Dat kan Hij zien tijdens de stormen in ons leven. Saudara akan tahu bahwa rem mobil saudara adalah rem mobil ABS Jerman. Dus u kunt erachter komen dat uw rem van de auto is een rem van ABS in Duitsland. Pada waktu saudara butuhkan itu untuk rem. Want als u moment heeft dat u de rem nodig heeft. Betul? Bukan asal bisa stop. Dan kunt u niet zomaar stoppen. Ya? Asal bisa stop tapi nabrak. Want als u zomaar stopt, dan raakt u iets. Kita bisa tahu bahwa produk yang kita miliki itu bagus pada waktu diperjumpakan dengan tantangan. Dus wij weten pas of dat product goed is wanneer we dus voor een uitdaging staan. Saya akan tahu kalau saya bawa mobil ada winter tire pada waktu snow. Dus ik weet pas van mijn auto of
of die winterbanden heeft als het sneeuwt. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Setuju cuman? Bent u het met me eens? Beberapa waktu yang silam. En een paar, tijdje terug. Jemaat yang mungkin masih ingat. Misschien herinnert u zich nog. 3 tahun yang lalu mungkin ya Pak Gembala ya. 3 jaar geleden misschien. Saya pernah bersaksi bagaimana saya Tuhan bawa begitu rupa bersama keluarga. Dus heb ik getuigenis gegeven over hoe de Heer ons als gezin zo veranderd heeft. Kami diizinkan Tuhan untuk keliling. Dus de Heer stond ons toe om zeg maar te reizen. Berempat. Met z'n vieren. Saya dan istri bersama 2 anak saya. Dus ik, mijn vrouw en onze 2 kinderen. Diizinkan Tuhan 4 kali keliling dunia selama 2 bulan setiap kali keliling. Dus de Heer liet ons toe om 4 keer gedurende 2 maanden te gaan rondreizen. Sampai ada teman pendeta tanya, jemaat berapa ribu? En toen vroeg iemand zelfs, hoeveel duizenden geld heeft hij uitgegeven? Kaya sekali. Hij is erg rijk. Saya katakan tidak. Ik zei nee. Ya, saya kaya di dalam Tuhan. Ik ben weliswaar rijk in de Heer. Itu kan bahasa Pentekosta toh? Dus het is de Pinkster taal. Tapi saya memang mengalami. Maar ik heb inderdaad ervaren. Saya terpaksa harus keliling dunia. Ik moet, ik ben noodgedwongen om rond te reizen door de wereld. Wih, de maatregel mulai lepas, sombong kali ini satu. En toen zeiden de gemeente, wat is die hoogmoedig zeg. Terus terang. Saya terpaksa. Maar eerlijk gezegd, ik was gedwongen om rond te reizen. Karena saya berangkat jalan itu untuk ke orang tua saya di Amerika. Want ik was onderweg naar mijn ouders in Amerika. Itu tukar poin. En dat is dus omdat wij onze rewards, onze punten gingen inwisselen. Tukar poin frequent flyer tau kan ya? Dus onze rewards van de frequent flyer moesten wij inwisselen. Yang Garuda Mileage ya? Zoals Garuda, dat ook goed. Tapi saya pakai Qantas. Maar ik heb Qantas frequent flyer. Kalau ke Amerika langsung ke New York. En als je dan direct naar New York Amerika zou vliegen. Saya butuh 1 orang 210.000. Dan heb ik per persoon 210.000 point per orang. Of points nodig per persoon. Tapi kalau keliling dunia 140.000. Maar als je rond de wereld gaat, een reis rond de wereld gaat, is maar 140.000 punten. Orang pinter di mana yang pilih 210.000 ya kan? Dus een pinter, welke pinter persoon kiest voor die 210.000 punten? Apalagi orang Manado. Vooral Manadonezen. 140 lebih bagus jauh. Dus 140.000 punten, dat is veel beter. Terpaksa. Dus ik was noodgedwongen. Karena 140 itu harus keliling dunia. En omdat we dan die 140 punten of 140.000 punten gingen inwisselen, moesten we echt noodgedwongen een reis maken rond de wereld. Minimum 5 stop. Je had minimum 5 stops. Maka saya katakan sama anak istri saya. Dus daarom zei ik tegen mijn vrouw en mijn kinderen. Kalau saya diizinkan Tuhan tulis buku. Als de Heer mij toestaat om een boek te schrijven. Saya akan pakai judul terpaksa diberkati. Zal ik als titel gebruiken. Noodgedwongen gezegend. Orang lain pusing mau keliling dunia. Anderen willen heel graag een reis maken rond de wereld. Kami sampai tolak-tolak. Maar we hebben juist moeten afwijzen. 4 kali. 4 keer zelfs. Setiap jalan 2 bulan. Dus in elke keer een reis van 2 maanden. Karena kalau tukar poin tidak bisa kami sesuka hati kan? Want als je je punten inwisselt, kan je dat ook niet zomaar doen wat jij wil. Harus tunggu pesawat lagi available atau tidak toh? Dan moet je wachten of er zitplaatsen beschikbaar zijn of niet. Maka terpaksa 2 bulan juga. Dus daarom noodgedwongen 2 maanden overdoen. Bagaimana cara Tuhan? Dus hoe is de manier van de Heer? Itulah berjalan dengan iman pada Tuhan. Dat is dus wandelen in geloof met de Heer. Di situ harus ada ketaatan. Dus daarin moet gehoorzaam zijn. Kalau hari ini saya ada. En als ik dus vandaag hier ben, itu karena Tuhan. Dat komt door de Heer. Tapi hidup ini bukan cuma karena atau untuk berkat. Maar dit leven is niet alleen maar vanwege of voor de zegen. Setelah habis kami keliling, dus nadat wij klaar waren met die rondreis, yang keempat kali, voor de 4e keer, tahun lalu, vorig jaar, Tuhan taruh di hati saya, gaf de Heer mij iets op het hart. Untuk tinggalkan rumah kami atau jual rumah kami.
Heeft de Heer in mijn hart geplaatst om ons huis te verlaten of te koop te laten staan? Maar saya bukan sombong-sombong di sini. Dus nogmaals, ik wil niet hoogmoedig over. Saya cuma ingin menggambarkan apa yang bisa saya cerita sedikit agar supaya jemaat tangkap. Dus ik wil alleen maar ter illustratie vertellen zodat u de gemeente begrijpt. Jemaat kami buatkan gereja, buatkan rumah. Dus onze gemeenteleden hebben voor ons een huis gebouwd. 360 meter persegi. 360 vierkante meter. 4 kamar tidur besar-besar, harusnya 7 kamar tidur. Dus zelfs 4 hele grote slaapkamers, waar je eigenlijk 7 slaapkamers van kunt maken. 4 kamar mandi. 4 badkamers. Rumah baru. Nieuw huis. Sangat senang. Erg blij ermee. Tuhan katakan tinggalkan. Maar de Heer zegt, verlaat je huis. Dan kami diperjumpakan dengan rumah. En vervolgens kregen wij een huis te zien. Rumah tua. Een oud huis. Rumah setengah lebih setengah dari besarnya rumah yang tadinya. En het is de helft kleiner of groter dan ons vorige huis. Cuman 180 meter persegi. Het was alleen maar 180 vierkante meter. Rumah sebelumnya. Vorige huis. Kalau kami di ruang makan. Als wij in de eetkamer zijn. Orang tetap di depan. En mensen kloppen op de voordeur. Saya enggak akan dengar. Dan hoorde ik het niet. Rumah sekarang. Maar nu in dit huis. Dari pintu depan. Vanuit de voordeur. 10 langkah sudah pintu belakang. 10 stappen verder ben je al in de achterdeur. Saya bertanya-tanya. Dus ik vroeg iedere keer aan de Heer. Saya sampai tanya-tanya sama istri anak-anak saya. En ik vroeg zelfs ook aan mijn vrouw en aan mijn kinderen. Sudah pindah sampai setahun. We zijn al een jaar verhuisd. Saya masih bertanya-tanya. Maar nog steeds blijf ik maar vragen. Sebab kamar kami enggak cukup untuk bawa masuk barang-barang kami. Want onze kamers zijn niet groot genoeg voor onze spullen. Saya harus buat satu gudang kecil di belakang khusus untuk kasih masuk baju-baju kami. En ik heb een kleine schuur moeten maken speciaal voor onze kleding. Kamar mandi cuma 2. We hebben nu maar slechts 2 badkamers. Tadinya satu orang punya kamar mandi sendiri sampai kasih pakai nama. En daarvoor had ieder zijn eigen badkamer met de naam erop zelfs. Saya bertanya sama Tuhan. Dus ik vroeg aan de Heer. Tuhan jawab satu hal manis. En sorry. Tuhan jawab satu hal manis. En de Heer die antwoordde. Ada banyak orang cuma tahu naik. Heel veel mensen weten alleen maar wat omhoog is of naar boven is. Wow, hebat lo, tambah diberkati. Oh, geweldig zij, je wordt steeds maar gezegend. Dahsyat, tambah diberkati. Buitengewoon overweldig die zegen. Tapi berapa banyak orang mau belajar turun ke bawah? Maar hoeveel mensen willen nou leren om naar beneden te gaan, te dalen? Saya bukan mau kasih tahu saya jago. Dus ik wil niet, niet aan u laten weten dat ik geweldig ben. Saya mau bagikan apa yang menjadi rahasia Allahi. Maar ik wil juist delen wat is het geheim hierachter, het geheim van God. Agar supaya kita tidak jadi seperti istrinya Lot. Amen. Zodat wij niet zoals de vrouw van Lot worden. Amen. Terikat dengan dunia. Dus gebonden zijn aan de wereld. Dia enggak bisa lepaskan itu Louis Vuitton. Dus zij kon die Louis Vuitton maar niet loslaten. Hujan es di luar biar dia basah Louis Vuitton terbungkus rapi. Dus het regent, het sneeuwt buiten, maar die Louis Vuitton doet zij echt met beschermt ze echt met een doekje of wat dan ook, zodat het niet nat wordt. Dia enggak tahu kalau Louis Vuitton tidak bisa kena flu. En zij weet niet, die Louis Vuitton is griepbestendig, zeg maar. Sementara dia sendiri gampang sekali masuk angin atau bahasa Inggrisnya interwin. Dus zij zelf raakt snel of krijgt snel de griep of vat ze snel kou. Ada banyak yang stres 7 keliling. Er zijn mensen die 7 maal gestrest zijn. Handphone hilang pusing. Dus als hun GSM kwijt is, hebben ze echt hoofdpijn. Anak istri kena marah. En de vrouw en de kinderen krijgen op een donder. Istri saya mulai ngangguk ngangguk. En mijn vrouw begint te knikken, ja. Tapi istri hilang nggak cari. Maar als de vrouw weg is, dan zoeken ze de vrouw niet. Alkitab hilang, asuh hilang, biarlah. Als de Bijbel kwijt is, ach laat maar die Bijbel is kwijt, ik heb toch nog een andere Bijbel. Mari kita belajar fair dengan Tuhan, amen. Dus laten we eens eerlijk zijn tegenover God. Halleluja. Halleluja. Kita jangan sampai terikat dengan dunia ini, amen. Laten we niet gebonden zijn aan deze wereld, amen.
Kalau kita ini terikat, want als wij gebonden zijn hier, Allah susah bawa kita naik level. Dan is het moeilijk voor God om ons naar een ander hoger niveau te brengen. Jangan puas dengan apa yang ada. Dus wees niet verzadigd met wat je al hebt nu. Untuk dikasih lihat hal-hal baru. Om u te laten zien dat er nieuwere dingen zijn. Allah perlu ambil hal-hal yang lama. Dan heeft God nodig om die oudere dingen van u af te nemen. Amen. Amen. Izinkan Allah ganti yang terbaik buat saudara. Dus staat de Heer toe om een betere versie zeg maar te geven. Den Haag bagus. Den Haag is mooi. Luar biasa. Den Haag is buitengewoon mooi. Tapi mari, surga adalah segalanya, amen. Maar kom op, de hemel is eigenlijk alles, amen. Masih ada banyak yang Tuhan mau kasih tunjuk. Er zijn nog vele dingen die de Heer aan u wil laten zien. Terus terang, saya satu hal yang Tuhan taruh. En één ding, eerlijk gezegd, heeft de Heer geplaatst in mij. Kau mau Tuhan ganti handphone? Wil jij dat de Heer je GSM vervangt? Lepaskan. Geef het op die GSM. Kasih. Geef het aan iemand anders. Ya. Karena enggak bisa dong punya handphone terlalu banyak, soal 5 biji. Dus je kan niet 5 GSM's hebben, bijvoorbeeld. Setiap yang baru keluar, beli. En als een nieuw model is, koop je gelijk het nieuwe model. Terus dibawa kemana-mana, 5, wih, kayak orang penting sekali. En je neemt al die 5 met je mee, lijkt alsof je erg belangrijk bent. Atau orang gila. Of je bent een gekke persoon met 5 GSM's op zak. Maksudnya gila handphone. Dus gek op smartphones, gek op GSM's. Dus als de Heer u nieuwe wijn wilt geven in uw leven, belajar lepaskan anggur lama. Dus dan moet u leren om los te laten de oude wijn. Tuhan lihat ini orang ini bisa dipercaya. En de Heer ziet dat ook deze persoon kan ik vertrouwen. Amin. Kadang-kadang Tuhan lihat, aduh ini orang nggak bisa dipercaya. Maar soms kijkt de Heer ook, maar deze persoon is onbetrouwbaar. Baru kasih sedikit, dia sudah rampas semua. Dus ik geef hem maar een klein beetje gelijkhebberig. Saya biasa mimpin tour, oleh kemurahan Tuhan mimpin tour ke Israel beberapa kali. Dus door Gods genade mag ik ook al enkele keren de tour naar Israël leiden. Dan saya perhatikan banyak hal. En ik let dan op heel veel dingen op. Dimana kalau tour itu saya lihat kalau andai kata tim itu tidak mau dengar kepada pemimpin tour. Dus als ik dan kijk dat, of als ik dan zie dat mijn team niet wil luisteren naar de tourleider, maka yang ikut tour akan menderita. Want dan zullen de mensen die met de tour mee doen, daaronder lijden. Bahkan bisa celaka. En ze kunnen zelfs ook verongelukken. Kalau di Yerusalem tua atau Old Yerusalem. Want in het oude Jeruzalem. Ini pasar. Dat is dan een markt. Untuk jalan Dolorosa itu pasar. Dus via Dolorosa, daar moet je door de markt heen lopen. Itu tidak boleh lengah. En je moet echt goed opletten als je daar eenmaal aan het lopen bent. Bahkan terkadang kami harus gandeng tangan. En soms moeten we elkaars handen vasthouden. Seperti anak sekolah minggu. Zoals de kinderen van de kinderkerk. Soalnya kalau enggak gandeng tangan. Want als je elkaars handen niet vasthoudt. Ada banyak sekali daya tarik. Dan zie je, word je eigenlijk aangetrokken door allerlei dingen om je heen. Ibu-ibu kalau lewat sini. En de vrouwen, de moeders, als ze daar langs lopen. Selesai. Selesai? Selesai. Dus is het afgelopen. Dia lebih bagus. Oeh, dat is mooi. Ibu bagus lagi. Nog mooiere dingen. Murah-murah. Oeh, en goedkoop. Harus disuruh jalan terus. Dus je moet maar constant doorlopen. Dia belok kiri. Maar die vrouw die gaat dan naar links. Anak oma orang Manado betul ini kejadian. En het is een waar gebeurd verhaal met de oma uit Manado. Dia belok kiri. Die mevrouw ging dus naar links. Akhirnya dia putus daripada barisan. En uiteindelijk brak zij dus die ketting zeg maar van mensen die elkaar vasthouden. Sampai di gereja sculpture. En in de kerk sculpture. Tour guide-nya hitung satu hilang. Toen telde de tourleider en die miste één persoon. Ja, memang ada 45. Er waren inderdaad 45 personen. Tapi satu hilang itu berarti. Maar één persoon die kwijt is, is waardevol. Biar dia sudah oma-oma, mesti cari. En ook al is het al een oude oma, je moet zoeken naar die oma. Kita tidak bisa bilang, ah, sudah oma, biarlah, sudah.
sudah dekat sama Tuhan dia. We kunnen niet zeggen, alamah di oma leeft toch al dicht bij de Heer, laat haar maar gaan. Betul. Maar we gaan cari. Nee, we zoeken naar die oma. Kami cari. Dus wij gingen zoeken. 3 jam baru ketemu. Na 3 uur vonden we haar. Sebelum kami marah, oma duluan marah. Voordat wij boos werden, werd oma al eerder boos op ons. Hey, kalian kenapa lama baru cari saya? Hey, waarom heeft het zo lang geduurd dat jullie mij zochten? Oma, kita ini ikut tour bukan main tak umpat. Toen zeiden we, oma, we zijn mee met de tour, we zijn niet hier een verstoppertje aan het spelen. Anak Tuhan kalau mau menikmati perjalanan hidup. Dus een kind van de Heer, als die wil genieten van zijn levenswandel, mesti belajar taat. Moet leren om gehoorzaam te zijn. Amen. Amen. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan? Dus hoe kunnen wij gehoorzaam zijn aan de Heer? Yang tak terlihat. Die onzichtbaar is. Tapi tidak bisa taat kepada yang terlihat. En we kunnen zelfs ook nog eens gehoorzaam zijn aan wat zichtbaar is. Saya bicara ini bukan karena Bapak Gembala. En ik spreek dit niet vanwege uw herder. Maar ik ben zelf ook een herder. Saya tahu. Ik weet het. Di gereja itu ada banyak domba. Ik weet het, in de kerken zijn vele schaapjes. Ada juga dombing. Maar ook dombing. Ja, schaapjes, ja. Dari sebagian banyak domba. Dus van de zoveel schaapjes en lammetjes. Ada domba bolot. Er zijn bolot. Ja, bolot. Dat is bolot. Dus er zijn schaapjes die bolot zijn. Sedikit lambat nangkapnya. Oh, die zijn een beetje traag van begrip. Ada domba yang kurang taat. En er zijn schaapjes die niet niet zo gehoorzaam zijn. Itu wajar. Dat is, ja, dat is natuurlijk. Saya nak bicara yang aneh-aneh, kita jujur aja. Dus ik spreek niet over vreemde dingen, Heer, laten we maar eerlijk zijn. Karena kita manusia datang dari berbagai latar belakang dan karakter, amin. We zijn mensen uit vele achtergronden en karakters gekomen. Halleluja. Halleluja. Gereja saya juga begitu. Zo ook met mijn kerk. Saya berani ngomong karena memang saya belak-belakang. Dus ik durf eerlijk hierover te praten. Omdat het saya belum sempurna. Ik ben nog niet perfect. Tapi kalau kita mau sama-sama menuju kepada kesempurnaan. Maar als we samen naar die perfectie willen. Maka kita harus ada yang namanya kerjasama. En daarom is het nodig dat we moeten samenwerken. Dan juga ketaatan. En nodig gehoorzaamheid. Dalam acara pimpin tour. Dus tijdens het leiden van die tour. Saya harus tegas. Moet ik ook streng optreden. Terus terang, orang Indonesia punya banyak kelebihan, tapi juga banyak kelebihan yang lebih banyak. Dus eerlijk is eerlijk, Indonesiërs hebben vele goede dingen, maar ook eigenlijk te veel aan goede dingen. Turun dari bus. Dus zodra ze de bus uitstappen. Dia nggak peduli. Kunnen die mensen het eigenlijk helemaal niks schelen? Mau ditabrak atau mau diapain, yang penting selfie dulu. Het kon hen niks schelen of zij aangereden worden of nee, zodra ze de bus uit zijn, eerst een selfie maken. Mungkin dia di Jakarta preman kota. Dus misschien in Jakarta is het een is het iemand die gedurfd is. Dia nggak takut kalau diserempet mobil. Dus die zo gedurfd in Jakarta kan haar of hem niet schelen als die aangereden wordt door een auto. Saya jadi pemimpin yang begini, ketakutan. Maar ik, de leider van die tour, ik vind het wel eng. Saya harus teriak-teriak, awas mobil, awas mobil. Dus ik moest schelen, pas op auto, pas op auto. Dan setiap hari saya mesti teriak. En elke dag moest ik dat schreeuwen. Saya bingung apa mereka ngerti bahasa Indonesia atau tidak. Ik ging bij mezelf afvragen, verstaan ze überhaupt Indonesisch of niet? Setiap hari mesti dikas ingat. Dus iedere dag moest ik ze herinneren. Saya sadar memang begitulah hidup. Dus toen besefte ik mij, zo is nu eenmaal het leven. Dalam berjemaat juga kadangkala begitu. Dus ook in het leven van de gemeente is het ook zo. Mesti sering-sering dikasih ingat. Amen. Dus je moet vaak herinneren, mensen blijven herinneren. Yang bagus. Wat goed is. Kalau dikasih ingat, nggak tersinggung. Wat goed is als je herinnerd wordt en je wordt niet beledigd daardoor. Kalau dikasih ingat, tersinggung, itu susah. Maar als je herinnerd wordt en je wordt beledigd, ya, dat is moeilijk. Maka tidak akan sampai kepada kekudusan. En daarom kom je dan niet de heiliging in. Cuman ada sampai kekudisan. Alleen maar, kekudisan. Tahu kekudisan, kan? En weet je wat kekudisan is? Nado ada banyak. In Manado heb je daar veel van. Ada kawanua, kawaduri, kawasaki. Dus Kawasaki, Kawaduri, dat is niet te vertalen.
Ada banyak model orang Manado maksud saya. Dus wat hij bedoelt is, je hebt vele soorten Manadonese types. Ini siang, ini sore, saya mau ajak kekasih Tuhan. En op deze namiddag wil ik u, geliefde van de Heerde Jezus, satu hal saya mau tutup. Dit meegeven en als afsluiting. Tuhan Yesus katakan, de Heerde Jezus zegt, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar juist om te dienen. Ini rahasia kesukaan hidup. En dit is dus het geheim van een prettig leven. Saya mengerti senang sekali kalau terima oleh-oleh. Dus ik begrijp, je bent erg blij als je souvenirtjes krijgt. Terima kado. Je krijgt cadeautjes. Gimana kalau ada orang kasih kado kunci mobil? En hoe zit het met u als iemand u cadeau geeft? Het is een sleutel van een auto, autosleutel. Dan orang yang dikasih ini belum punya mobil. En deze persoon heeft nog geen auto. Sementara dia lihat di luar mobilnya bagus. En hij ziet, oh, die auto is mooi. Bagaimana ekspresinya? Hoe is dat die expressie van die persoon? Kalau orangnya konslet begitu gayanya. Zegt u dat, nou, iemand die niet goed is in zijn hoofd, ya? Die tapi reageert zo? Kalau orangnya tahu diri, dia langsung menangis, terima kasih. Maar als het iemand die wel normaal is, oh, gaat die huilen en zeggen, oh, dankjewel, dankjewel. Makasih banget. Hartelijk bedankt. Amen. Amen. Kalau kita dikasih sama Tuhan, kita harus punya ekspresi yang baik. Amen. Dus als de Heer ons iets geeft, moeten we ook een goede expressie hebben. Amen. Selagi kita masih diberi napas. Dus zolang wij nog ademen. Bersyukur sama Tuhan. Zeg dank aan de Heer. Bukan cuma bisa ngomong. En niet alleen maar in woorden. Tapi buktikan bahwa kita mau bersyukur sama Tuhan. Maar laat het ook echt zien dat u de Heer dankbaar bent. Ada rahasia di dalam melayani. En er is ook een geheim in het dienen. Indahnya menerima itu luar biasa. Dus het is mooi als je dingen ontvangt. Tapi sebenarnya indahnya memberi itu lebih luar biasa daripada menerima. Maar eigenlijk er zit een mooier geheim achter het geven dan ontvangen. Saya kira jemaat Tuhan bisa melakukan itu dan temukan sendiri. En ik denk dat deze gemeente dat kan doen en zelf kan ondervinden. Amen. Amen. Orang Indonesia biasa suka kasih tahu, ini obat bagus. En Indonesiërs zeggen vaak, hey, dit is een goede medicijn. Bagus untuk kolesterol. En dus hartstikke goed tegen hoge cholesterol. Sampai orang itu minum itu obat. En totdat die persoon die medicijn inneemt. Orang itu tidak akan tahu kalau obat itu bagus atau tidak. Weet die persoon eigenlijk niet of dat medicijn goed is of niet. Saya bisa kasih tahu apa yang baik, tapi kalau jemaat Tuhan tidak mau lakukan. Dus ik kan weliswaar zeggen wat goed is, maar als de gemeenteleden het niet doet, tidak ada guna. Ja, dan heeft het geen zin. Amen. Amen. Yang ketiga dan yang terakhir, satu menit lagi. Dus het derde punt en laatste punt, nog één minuut. Hiduplah rendah hati. Dus leef nederig. Sederhana sekali untuk menerjemahkan hidup rendah hati. Het is heel makkelijk te vertalen wat nederig leven is. Kita yang lagi diberkati. Wij zijn nu gezegend. Ya. Kemudian ditegur. En vervolgens word je vermaand. Pada waktu kita ditegur, lagi diberkati, kalau kita hati tidak panas, ada rendah hati. Dus als wij op het moment dat we gezegend zijn, maar iemand wordt vermaand, of iemand vermaand ons, en ons hart wordt gloeiend. Tapi kalau kita langsung cepat panas. En als wij dan snel boos worden eigenlijk van kwaadheid, maka kita di saat itu perlu bertanya. Dan moet u bij uzelf afvragen. Apakah kita punya yang namanya rendah hati atau tidak? Hebben wij dan eigenlijk een hart dat nederig is, ya of nee? Sekalipun orang yang tegur itu salah. En ook al maken mensen duizenden keren verkeerde dingen. Punya hati dikuasai oleh Roh Kudus. Maar als je een hart hebt dat overheerst wordt door de Heilige Geest. Jangan cepat panas. Word dan niet snel warm van binnen of heet van binnen. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. De Heere zegent deze gemeente. Lakukan apa yang Tuhan minta, ya. Dus doe wat de Heer van u vraagt. Apa yang Tuhan tuntut, ya. En wat de Heer van u eist. Sebab Tuhan enggak kekurangan akal untuk membalas dan memberkati jemaat Tuhan. Want de Heer komt niet tekort om te vergelden aan de gemeenteleden die goede dingen hebben gedaan. Saya berani bicara karena saya alami. En ik durf dat te zeggen want ik heb het zelf ervaren. Saya percaya Tuhan yang saya sembah sama dengan apa yang jemaat Tuhan sembah, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa.
Dus de Heere die ik aanbid is dezelfde Heere die u ook aanbidt, Heer. Dat is de levende, krachtige Heer. Jangan pusing dengan berkat. Tuhan tahu cara memberkati. Dus maak u niet druk over zegeningen, want de Heere geeft u al zegeningen. Fokus sama Tuhan. Tuhan berkati sama kita. Dus focus u op de Heer en de Heere zult u zegenen. God bless you. God zegent u allen.